Dag allemaal, welkom. Anke Mulman hier. Onze website is www.cwoi.eu, Church Without Walls International. We zijn deel van een netwerk van huiskerken wereldwijd. Goed je te zien. Zoals je misschien weet, ben ik een paar weken geleden begonnen met Hebreeën 6, wat gaat over het fundament van ons geloof. En vorige week was ik zover dat we het hadden over de opstanding der doden. Dat heb ik niet helemaal af kunnen maken en daar wil ik vandaag graag mee verder. En eigenlijk is dat geweldig nieuws. Denk je, ja, als je het over dood hebt, dat is niet geweldig nieuws. Maar voor ons is het wel geweldig nieuws. Als je het hebt over het woord opstanding, is trouwens een heel interessant woord. In het Grieks wordt het woord anastasis daarvoor gebruikt. En het woordje anna, dat betekent om iets opnieuw te doen, te herhalen. En stasis is een Grieks woord dat betekent weer rechtop te staan. Dus als je het samenvoegt, dan krijg je dat iets weer opnieuw rechtop doen staan. Oftewel, opwekken uit de dood. Opwekken, dan sta je ook opnieuw weer uit de dood. Dus toen Jezus zei tegen Martha van ik ben de opstanding en het leven, zei hij eigenlijk ik heb de kracht om jou opnieuw weer te doen opstaan. Om Lazarus opnieuw te doen opstaan. Maar niet alleen als je dood bent, ook nu. Als je het moeilijk hebt en als je het idee hebt ik kan niet verder. Jezus heeft anastasis, opstandingskracht. En hij wil jou opnieuw weer op je voeten zetten. En je rechtop doen staan en jou die kracht geven. Goed, het is natuurlijk geweldig om te weten wat ik vorige week gedeeld heb. Dat als je in Christus bent en je bent wedergeboren, dat als je doodgaat, als je sterft, als jij dit lichaam verlaat, dat je bij de Heer zult zijn. 2 Korintiërs 5 vers 8 zegt Paulus dat. Hij zegt, als ik afwezig ben van dit lichaam, hij zegt, ik verlang ernaar om het verblijf in dit lichaam te verlaten en bij de Heer te zijn. En in Filippenzen 1 vers 23 vertelt hij eigenlijk datzelfde verlangen. Hij zegt, ik verlang er zo naar om heen te gaan en met Christus te zijn. Maar, dus je gaat naar de hemel. Maar de Bijbel spreekt er ook over dat de graven zullen opengaan en de doden zullen opstaan. Hoe zit dat dan? Welk deel van jou gaat naar de hemel? Nou, dat is namelijk je geest en je ziel. Dat zijn die delen die eeuwig zijn, die geschapen zijn naar God. God is geest, jouw geest is eeuwig. En geest en ziel kun je niet van elkaar scheiden. Hebreeën 4 vers 12 en 13. Daar staat dat Jezus alleen, het woord alleen, is in staat om geest en ziel van elkaar te scheiden. Jouw ziel is jouw persoonlijkheid, wie jij bent. Die mensen herkennen als je zegt, als je het over iemand hebt, dan weet je, oké, dat is een druk iemand of een rustige iemand. Of ze heeft een gevoel van humor. Of iemand die slim is of wat dan ook. Dus het gaat over jouw denken, je verstand, je gevoel, emoties enzovoort. Dat is allemaal deel van je ziel. Jouw geest is hetgene wat wedergeboren is door de Heilige Geest, waar de Heilige Geest in woont. Maar geest en ziel kunnen wij niet van elkaar scheiden. Net zoals je niet de Vader en de Heilige Geest van elkaar kunt scheiden. Jezus zei in Johannes 15, vers 7 en vers 26, dat de geest de waarheid van de Vader uitgaat. Proceeds, ging van de Vader uit. Zo is het ook zo dat jouw ziel van jouw geest uitgaat. En die twee kun je dus niet van elkaar scheiden. Dus als iemand sterft in Christus, dan is het jouw ziel en jouw geest die naar de hemel gaat, die bij de Heer is. En jouw geest ziet eruit als jouw persoon. Mensen herkennen elkaar, jij herkent anderen. Je ziet er jonger uit, denk ik, als je nu ouder bent. Wat ik wel eens gehoord heb, in de bloei van het leven, zo rond een jaar of 30. Zo oud zien we eruit in de hemel. Al de lijnen van de zwaartekracht en ouderdom. En hetgene wat ons leven met ons gedaan heeft, met ons lichaam. Dat is allemaal verdwenen. Maar dat is je geest en je ziel. Maar jouw lichaam is geschapen van de grond, van stof der aarde. En zal ook wederkeren tot stof. Paulus zei in 1 Korintiërs 15, als je dat hebt. Hij zegt, zie, ik deel je een geheimenis mede in vers 51, 1 Korintiërs 15. Een geheimenis, zegt hij. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. In de twinkling of an eye, als je even met je ogen knipt, ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke, met een ander woord, dat stoffelijke uit je lichaam, dat is vergankelijk, dat moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En in Filippenzen 3, vers 20 en 21, moet ik dat eventjes opzoeken waar ik dat heb.
Filippenzen, dat zegt Paulus eigenlijk hetzelfde. Filippenzen 3, vers 20 en 21, daar zegt hij, even kijken, vers 20. Hij zegt, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Dus jouw sterfelijk lichaam, jouw vernederd lichaam, zal gelijk worden aan zijn gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Ofwel een glorified body, zegt de Engelse Bijbel. Een verheerlijk lichaam. En in 1 Thessalonicenzen 4, vers 14 tot 17, spreekt Paulus daar ook over. Kijken of ik dat ook hier heb, zo gauw. 1 Thessalonicenzen 4, daar heb ik zo gauw niet opgezocht. Maar dan spreekt Paulus, ik moet toch even opzoeken hoor. Wacht even, 1 Thessalonicenzen 4, vers 14 tot 17. Daar zegt Paulus, want de Heere zelf, vers 15. Want dit zeggen wij u met het woord van de Heer. Wij, levenden die achterblijven tot de komst des Heeren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op het teken bij het roepen van de aartsengel, bij het geklank van een bazuin van God, nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. En daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heer tegemoet in de lucht en zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Hij zegt, vertroost elkander dus met deze woorden. Wel, dat is geweldig nieuws. He, dat met het feest, het bazuin spreekt hij over. Hij bedoelt daarmee het feest der bazuinen. Feast of Trumpets in het Engels. Wat een type is en een schaduw van de opstanding. Of van de rapture, wat we hier dat we ook wel eens noemen. He. Dat wij weggehaald worden. En dat de Heer ons in de lucht, in de wolken tegemoet komt. Maar wat precies gebeurt er dan? Als ons lichaam, als het ware, als we opstaan uit de dood, als ons lichaam opstaat uit de dood, hoe worden wij dan veranderd? Wel, de opstanding van Jezus is een type en een beeld, een schaduw van onze eigen opstanding. In de Romeinen 6, vers 4 staat dat Christus door de majesteit, door de glorie van de Vader, opgewekt is. Door de glorie van de Vader. Dus die wekte Jezus' lichaam op. Zijn lichaam was ook een sterfelijk lichaam, ook gemaakt van stof uit de aarde. Maar toen de glorie van de Vader vrijgezet werd, was die kracht zo sterk, dat zijn geest en zijn ziel weer samengevoegd werd met zijn lichaam. Of je zou zeggen, zijn lichaam samen met zijn geest en ziel. En dat lichaam kwam weer tot leven, maar het werd niet alleen een sterfelijk lichaam, maar het werd zo veranderd, al de moleculairen in zijn lichaam werden zo veranderd, dat het een lichaam werd gemaakt van hemelsmateriaal, oftewel een verheerlijk lichaam. En nu heeft Jezus een lichaam van hemelsmateriaal. Dat wil zeggen dat zijn lichaam niet langer onderworpen is aan de lagere wetten van deze aarde. Zoals de zwaartekracht, zoals ouder worden. Maar ook aan gewone wetten die ons lichaam nu nodig heeft. Zoals eten en drinken en slaap. Dat lichaam wordt niet moe, dat lichaam heeft geen honger, heeft geen dorst enzovoort. En als Jezus daar sprak over dat de doden in Christus ook een verheerlijk lichaam zullen ontvangen bij de opstanding. Hoe hij dat doet, dat weet ik niet hoe de Heer dat doet, maar hij doet het, want hij zegt dat hij het doet. En dan kan je denken van ja, maar wat gebeurt er dan met mensen die al heel lang dood zijn? Dat bestaat toch niet meer? Hoe kan de Heer al die lichamen of mensen die opgeblazen zijn of mensen die gecremeerd zijn, hoe doet hij dat in een oogwenk, dat hij die lichamen weer samenvoegt met geest en ziel? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de wetenschap zegt dat materiaal, stof, gaat nooit verloren. Het verandert van structuur, het verandert van vorm. Maar een lichaam wat naar de aarde teruggegaan is, bestaat nog in zijn meest elementaire vorm. Dus ergens op de aarde zijn delen van al die lichamen, van al die miljoenen mensen die ooit geleefd hebben. Nou, dus en wauw, wat een gebeurtenis moet dat zijn. Dat die kracht van de Heer zo groot is dat al die sterfelijke lichamen weer opstaan en in dat ondeelbaar ogenblik veranderd worden. Samengevoegd worden met geest en ziel en veranderd worden in een verheerlijk lichaam. Een lichaam wat niet meer onderworpen is aan de wetten van deze aarde. Hoe zal dat eruit zien? Nou, je kijkt naar het lichaam van Jezus na zijn opstanding in Johannes 20.
vers 19, daar staat dat op de eerste dag van de week dat de discipelen bij elkaar kwamen. Ze hadden de deur gesloten uit angst voor de Joden. En dat Jezus plotseling kwam en in hun midden stond. En hij zei natuurlijk, vrees niet wat hij zegt, maar hij kon dus door muren heen. Hij was zo in hun midden. Dus je kan, als je ergens moet zijn, dan kun je daar zijn op het moment dat het nodig is. Op het moment dat je erover nadenkt. Is jouw lichaam daar? Zoals Jezus daar kwam en stond in hun lichaam. Dus in onze verheerlijkte lichamen zullen we zijn als Jezus. Kan je zijn waar je wil zijn. De Heer vertelde eens aan onze vriend John Fenn, van als jij je verheerlijk lichaam hebt, wat niet meer onderworpen is aan de wetten van deze aarde, dan kun je zijn. Op het moment dat je ergens wil zijn, kun je daar zijn. Je kan vliegen, je kan drijven als het ware. Wat je dan ook, je bent niet onderworpen aan de wetten van deze aarde. Dus wij kunnen onze Heer dienen op een geweldige manier. Misschien denk je nu al eens, jongen, ik wou dat ik dat lichaam niet had. Wat moe is en wat ziektes heeft enzovoort. Wat je ouder ziet worden, denk je, hoe zou ik de Heer toch beter kunnen dienen als ik dat lichaam niet had? Nou, dit lichaam zal op een bepaald moment dat doet, dat vergankelijke gaat op een bepaald moment onvergankelijkheid aandoen. En dat lichaam wat nu inderdaad onderworpen is aan de wetten van deze aarde, dat zal een verheerlijk lichaam zijn. En dat zal zijn zoals het lichaam wat Jezus had na zijn opstanding. En je zult de Heer kunnen dienen zoals jij dat wil, zoals je dat kunt. Je zult niet moe worden, je zult geen honger hebben, noem maar op. Wat een geweldige toekomst staat ons te wachten. Goed, dat is dus de eerste opstanding. In Openbaring 20, vers 6 wordt er gesproken over de eerste opstanding. Laat ik even kijken wat er staat in de Nederlandse Bijbel. In vers 5 staat het erover dat mensen heersen als koning met Christus 1000 jaar lang. En dan staat in vers 6, dit is de eerste opstanding, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met hem als koningen heersen 1000 jaar. De eerste opstanding is de opstanding van alle gelovigen in Christus, maar in verschillende stadia kun je zeggen. Jezus was de eerste, hij was de eersteling. Hij ging ons voor, zijn lichaam stond op, hij heeft een verheerlijk lichaam. Daarna zullen wij volgen, de doden in Christus, zullen wij volgen, hè, de doden in Christus. En dan is er nog een opstanding natuurlijk van de doden. Van de martelaren die gestorven zijn tijdens de grote verdrukking, die zullen ook opstaan. Dus alle gelovigen in Christus die zullen opstaan en een ander lichaam zullen krijgen. Dat wordt genoemd de eerste opstanding. Dan heb je een tweede opstanding en dan is de opstanding van alle die niet in hem overleden zijn. Dus van alle ongelovigen. Dat staat in vers 5 van Openbaring 20. Er staat, de overige doden werden niet wederlevend voordat het 1000 jaar voorbij waren. De overige doden, dat zijn dus degenen die niet in Christus gestorven worden na die 1000 jaar, zal ook hun lichaam weer opstaan enzovoort. En zij zullen komen te staan voor de grote witte troon van Christus en geoordeeld worden. Dat geldt niet voor ons die in hem zijn. Wij hebben onszelf al geoordeeld, namelijk door de Heer aan te nemen, door te zeggen, ik heb u nodig, ik heb een redder nodig. En over die grote witte troon oordeel, daar zal ik een volgende keer over hebben. Er is wel een we zullen wel voor de troon van God komen te staan, maar dat is wat anders. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar ons wacht dus een geweldige toekomst. Dus voor jou die in Christus bent, voor mij. Hè, stel dat jij dat je dit lichaam zult verlaten, dat je zult sterven hier op de aarde. Dan is er een begrafenis op een bepaald moment. Jouw lichaam keert terug tot de aarde. Jouw geest en ziel zullen bij de Heer zijn. En dan komt er een moment bij de rapture, bij de opname, als de Heer terugkomt. Bij het klinken van die bazuin, de doden in Christus zullen opstaan. Degenen die nog leven, zullen met hem meegaan. En ons lichaam zal veranderd worden in een verheerlijk lichaam. Maar als jij nog leeft, als de Heer terugkomt, bij het klinken van die laatste bazuin, zal jouw lichaam dus niet dat sterfelijke meemaken dat het teruggaat naar de aarde. Maar dan zul je de Heer onmiddellijk ontmoeten in de lucht. En dan jouw lichaam zal onmiddellijk veranderd worden. In een oogwenk staat er, in een ondeelbaar oogwenk door de heerlijkheid van de Vader. Wel, in Daniël 12 vers 2 spreekt daar eigenlijk over die twee soorten opstanding. Er staat, velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken, deze tot eeuwig leven en genen tot versmaling, tot eeuwig afgrijzen. En dat klinkt wel heel akelig,
Maar dat hoef jij dus niet te zijn. En jij kan ontwaken tot eeuwig leven als je in Christus bent. Ons wacht een geweldige toekomst. En als je nu te maken hebt met een lichaam waarvan je denkt van ik wou dat ik het niet had. Nou, nog maar eventjes, er komt een moment dat jij net als Jezus dat verheerlijk lichaam zult hebben. En dat hij onze lichamen weer samen zal voegen met geest en ziel als je dan gestorven is. Tot de volgende keer gaan we verder met Hebreeën 6, fundament van ons geloof. Tot dan.